Sjoe. Moet ons nou nog preek ook? Ek dink ons nou net huis toe gaan. Kom ons haal vir oomblik diep asem en hou net vir oomblik die moment vas. Ek gaan kort wees, want ek weet dis laat en ons het al eintlik soveel emosies beleef. Maar kom ek probeer vir julle die nuwe ding wat die Here doen van Jesaja 43 in groter konteks gee. Hierdie woorde van die Here wat sê, kyk, ek wil 'n nuwe ding doen. Kom ons bly nie stil staan by dit wat agter is nie. Kom ons bly nie dink aan die dinge van die verlede nie. Hierdie ding wat ek wil doen, hierdie nuwe ding is al reeds hier om julle, binne julle. Ek wil dit plaas binne 'n baie groter konteks. So die eerste konteks waar dit gebeur is in Jesaja, is deel van Jesaja 40 tot 55. Waar die Israeliete uit ballingskap uitkom en woorde van hoop kry, woorde dan van nuwe begin kry, want daar was 'n stikkende verlede. Daar was 'n groot val gewees. En nou kom hierdie woorde van hoop van nuwe lewe. Maar ek wil dit in 'n baie groter konteks vanmôre plaas. Dat julle, ek hoop julle kan opgewonde raak, want julle hierdie groter prentjie sien. Want Jesaja 43 is nie net in die konteks van Jesaja 40 tot 55 nie. Dis in 'n baie groter konteks. En ek hoop, ek kan net so ietsie van die opwinding wat ek in my eie hart het, julle iets daarvan laat beleef. So, hierdie nuwe begin wat die Here wil maak, het eintlik al vroeër 'n begin gehad. Waar het alles begin? Alles het tog 'n begin, nee. En hoe hierdie storie wat ons vertel, hoe dit begin en hoe dit eindig, speel so groot rol in die vertel van hierdie storie. So waar begin alles? Waar begin het? In Genesis. Dit sou nie sonder 'n begin het nie, is dit nie? Daar's 'n skepping, God begin. En nou gaan ek nie, ons gaan nou by Openbaring eindig, maar hou vas, ons gaan dan hoe laat begin die aanddiens? 5:00. Hou vas. So, daar's 'n begin. Nou, in hierdie begin verhaal uit Genesis 1 en 2, wil ek hê dat julle een woord moet raak sien. Want in hierdie woord, ek wil as baie woorde, maar ek wil hê julle moet een woord vanmôre raak sien. En dit is die woord wat ek dink in Genesis 1 vers 12 is. 11 is. Toe het God gesê, laat daar uit die groenigheid voortkom groen plante. Nou daai woord voortkom is die woord dasha. En daai woord dasha, in hom is beweging ingesluit. En daai woord is kreatiwiteit ingesluit. Fanny, jy kan die volgende bladsy toe gaan. En daai woord sê, daar's iets dinamies. Ons is op pad na iets meer. Dink bietjie daaroor. God skep bome. Moet hy dan nou oor 10 jaar weer bome skep? Nee, wat is in daai boom ingeplant? Dasha. Iets kreatiefs, die saad, die DNA, dis in hierdie skepping ingebou. Hierdie skepping is altyd aan die voortbeweeg. Is altyd besig om iets nuuts te skep. Dis kreatief, dis aan die voortgaan. Dis aan die voortbeweeg. En net hier wil ek hê julle moet al 'n bietjie die opwinding voel. Vandag is dit dieselfde. Môre gaan anders wees. Want die skepping is ingebou dat dit vorentoe gaan, dat dit beter word, dat die vrede, dat die shalom wat daar gegee is, meer en meer sal word. En dan kom God en sê, "Alraai, maar hierdie voortgaande, bewegende, kreatiewe skepping moet bestuur word." En dan sit hy die mens daar, hy skep die mens. En dan lees ons in Genesis 1 vers 26 tot 8, hy maak hy na hulle beeld, en dan gee hy vir hulle twee woorde oor wat hy met hierdie voortgaande, bewegende, kreatiewe, altyd nuut wordende skepping moet gebeur.
Hulle moet het kabas en redal, moet het bewoon en bewerk. Dit is die mense opdrag. Dit is nog voordat enige sonde in die wereld gekomen het. Om te sê, God se shalom, dier hier die energieke skepping, wat altijd niet wordt en meer wordt en mooier wordt en meer vrede brengt. Ek sit vir die mens daar, om dit te bewoon en bewerk. En net uit Genesis 1 en 2, ze begin lei ons af, oor hierdie bewoon en bewerk. Hoe doen die mens dit? Wel, hulle is beelddraer van God. So hulle doen het soos God het doen. Hulle laat God se merk van liefde op hierdie skepping. Dis hoe dit bedoel is. Dis deelnemend. Daar is grond, en daar is lucht, en daar is plant, en daar is dieren, en daar is mense, en daar is God. En daar is een deelnemende bestuur in hierdie. En daar is harmonie in alles. Is dit nie ongelooflik nie? Dis hoe dit in hierdie skepping in gebouw is. Dis waarvan ons deel is. Dit is die begin. Nou, hoe eindig hy? Waar eindig dit? In Openbaring 21 en 22. En wat lees ons in Openbaring? Ek dink daar is 'n volgende skyp. Ja, ons lees in Openbaring 21 en 22, waar die verhaal tot 'n einde kom, dat Godse woonplek is by die mense. Daar is nie meer dood nie. Riviere van levende water vloei. Daar is 'n stad. Daar is genesing vir die nasies. Hierdie bewegende, dynamische skepping, wanneer ons in die einde daarvan kom, het hierdie tuin, een stad geword, een stadtuin. En in hierdie stadtuin is daar genesing, daar is harmonie, daar is vrede. En die beweging blijft voort. Daar is altijd een stem wat roep, kom. Dit is Openbaring 21-22, dit is Genesis 1-2, so daar is een begin, en daar is een einde, maar sien dat hierdie begin en die einde is een in diezelfde plek. Dit is nie iets anders nie. Dit bly hier, want dit is waar God aan die werk is, en net so tussen haakjes, jy weet, as jy nou sonde uithaal, is dit maar een dun Bybel, nie? Maar wat ek julle wil hê, julle moet sien, dat in spite van Genesis 1 en 2, en dat die tussendeel die sonde, hierdie dynamische voortgaande, altyd skeppende kreatiwiteit, nuwe begin, dit is God. Dit is in jou en my, dit is in een gemeente, dit is in die skepping, dit is in elke plant, in ons DNA, in gebouw. Dit is hoe God werk. Right, dan, maar nou is daar Genesis 3, sê julle vir my. En wat gebeur in Genesis 3? In Genesis 1 en 2 en ook in die einde, sien ons, daar is harmonie. Daar is Godse shalom, Godse vrede. Dit is sy grootste geskenk aan ons allemaal. Dit is wat hy wil hê, sy shalom, sy vrede, wat hierdie aarde vul. Dit is sy genesing. Dit is die volheid van alles wat jy kan ontvang. So sonde sou ons kon beskryf as die verstoring van die vrede. God het harmonie gegee tussen die mens met homself, tussen mens en mens, tussen mens en dier en plant en skepping, tussen mens en God. Hy wil dit hê, en dan kom daar 'n verstoring. So wanneer jy opstaan en in die spieël kyk en dink, ag, ek is niks werd nie, ek is altyd maak 'n fout, is daar 'n verstoring. Wanneer jy in die straat stap en jou buurman sien en jy weet jy kom jy goed oor die weg, is daar 'n verstoring. Wanneer ons nie na hierdie skepping kyk en ons water resources bronne oppas nie, wanneer ons toelaat dat ons nou kan ek in die Engelse woord greediness, ons gierigheid, dan is daar een verstoring. Ons versteer die shalom. Dis wat gebeur. En dis wat van hierdie boek ons vertel, die verstoring van shalom, die lelik wat tussen mense kom. Maar ek kan ook opstand kom, kom rebellie, dis in 'n sekere orde geskep, God, mens, skepping, en dis wanneer ons
God die bron van alles niet meer die bron wil maken en ik wil mijn geluk en mijn volheid op een andere plek gaan zoeken, iewers in die skepping of in iemand anders, dan is daar een rebellie, ons is een opstand, ons wil niet in die orde inpas wat God gegeet en ingebouwd het nie. En dan wordt ons deel van een wereld, betekent passief. Ons laat me niet toe dat die verstering aangaan. Ons laat me niet toe dat die opstand en rebellie. En ik probeer me niet in mijn eigen hoekje oorleef, maar dan neem ik eindelijk ook deel. Of ons betekent actief deel. Ons verspreidt histories. Ons praat zelf achter iemand zijn rug. Ons is actief deel om papieren rond te gooien of om niet op te passen of om water te mors. Nee, dat is die deelname. En op je eind mis is ons doel. En dis hoekom een volk in ballingskap beland. Dis hoekom daar een nieuwe begin moet komen. Maar die sien ons moet verstaan dat Genesis 3, luister mooi, is nie die begin van die story nie, is ook nie die einde van die story nie. Ons Bybels begin nie by Genesis 3 nie. En ons Bybels eindig nie by Openbaring 20 nie. Ten spijte van hierdie verstering, is Godse dynamische werk in die skepping niet gestopt nie. Hy bly kom, hy bly roep, hy bly vorm. In Abraham, in Moses, in die woestijn, een tabernakel, ek wil by my mense wees, een tempel in die stad Jerusalem, ek wil by my mense wees. Al versteer hulle alles met hulle verhoudings, al neem hulle deel aan die vernietiging van hierdie skepping. God gee nie op nie, in hierdie skepping, in God is gebouw, dat is sja, om niet te maken, om voor te plant, om creatief niet te beginnen, om te zorg dat ons voor en toe een beter plek gaan. En daarom betref hier, hoe word ons, lieve gemeente, deel daarvan, van hierdie, want ons kan weet, ons kan hoor, dit is wat God wil doen. Ons kan hoor waar het eindigt, maar ons weet, ons is ook deel van die verstering. Ons beleef ook daar die verstering, is het niet? Ons voel ook daar die verstering. Hoe seer dit maak, hoe stikkend dit maak, hoe vernietigend het kan werken. En daarom het Jesus gekom en gesê, bekeer julle. Want onthou, Godse koninkryk is hier, is nog nooit weg nie. Het is hier, het is tussen ons. Daai saaitjie wat kan ontkiem en een groot boom word, die dasja, het nog nooit verdwijn, het is hier. En Jesus kom wys dit. En daarom sê, bekeer julle, in die Oud Testament, dis Shuva die woord, wat sê, ons loop hier net, ons weet, ons is met die verstering bezig, en dan wil sê, bekeer, draai om. Draai om. Klim uit uit die vernietigende verhoudings. Draai om. Hou op met waarmee je bezig is. Draai om. En in die Testament die woord metanoia. Dink anders. Dink niet. Dink niet oor jou verhoudingen. Dink niet as jy na jouself in die spieel kyk. Dink niet oor hierdie bome en die planten en die water wat je om jou sien. Want in het ingebouw is dasha. En ons is aangestel om dit met groot zorg en liefde te beheer en te verzorg. En Jesus kom maak het moontlik, want weet jy hoe maak het moontlik? Want daar was een dag wat gedink het, alles het doodgeloop, een moment. Toe Jesus aan die kruis was, en dan op een zondagmorgen, als het donker is, en mense weggehard op het en bang is, dan gaan een vrouw in die donker na een tuin toe. En wie moet sy in die tuin? Sy dink dit is een tuinier. Dit is een van die wonderlikste foute wat iemand kan maak. Ja, want God is eindelijk een tuinier. En Jesus is die tuinier wat sê, kom werk in my tuin. Kom, maak hierdie tuin een florerende stad van riviere wat genezing vir die nasies bring. Kom, bekeer julle. Los die ou goed waarmee jy bezig. Kom ons los die ou gedagtes en die ou ding en die ou paaie. Ek wil een nieuwe ding doen. Die koninkryk is hier, bitter vier gemeente.
En jelle, en jelle, ten spijt van al die versterings is die dasha ingebouw, Godse creativiteit, Godse voortplantende werk om iets niets te doen, is by jelle, in jelle, in die DNA van hierdie gemeente. So kom ons staan op. En kom ons doen dit. Kom ons draai om. Kom ons dink niet, kom ons kom tot bekering. Kom ons kyk niet, kom ons sien raak wat hy bezig is om te doen. Kom ons vergewe onszelf voor die versterings. Kom ons begin morgen niet. Sy genade is niet elke morgen. So daarom hoor wat er vier gemeente kom. Kom ons stop gister. Want ek wil een nieuwe ding doen, sê die Heere. Reeds begin. Kan julle dit voel? Kan julle dit sien? Het is hier. Het is hier. Die pad in die woestijn is hier. Die rivier in ons droe, dorre land van 2023. Die rivier is hier. Amen. Heere, mag levende water, een oase van liefde opnuut hier vanuit NG Witrivier gemeente vloei. Ons bid het in Jesus naam. Amen.